Voor de 35e keer vindt de Goudse Hofstedendagen plaats langs de Bloemendaalseweg. Monumentale boerderijen vormen het hart van Gouda. En verenigingen, clubs, kunstenaars en bewoners maken een extra fijn weekend van. Wij gaan eens kijken hoe zij dat gaan doen. Mevrouw, wat maakt de Goudse Hofstedendagen nou zo bijzonder? Maakt het bijzonder? Het is een oud evenement, het bestaat al jaren. Dat is toch heel bijzonder dat je al die handwerken die je nu ziet, overal ziet in al die boerderijen. Enig in deze tijd. Het leukste evenement van vandaag? Nou, toch wel over de touwklimmen daar bij de woudlopers of zo, hoe ze ook heten. En je bent zo te zien niet erin gevallen? Nee, maar daar was ik wel een beetje bang voor omdat ik bijna inviel. Je hebt ook geen andere mensen gezien die erin zijn gevallen? Ik vroeg het wel aan de meneer die daar werkte en die zei toen tegen mij dat er wel iemand in was gevallen die een beetje stoer ging doen omdat hij opzij ging hangen en toen viel hij erin. Als thema hebben wij high tea. En op het terras wordt er een high tea gehouden met allemaal zelfgemaakte producten. Scones en muffins en lekkere koekjes, hartige hapjes. En dat is allemaal op het terras te vinden. En de zelfgemaakte spullen, hè, worden hier verkocht.